Yes, ik denk dat we live zijn. Ik was even afgeleid. Ja, inderdaad. Ça va? Yes. Het zijn interessante tijden. Het weer is mooi. Mag ik een keer iets vragen, Griet? Ja. Zie je mij graag? Ja. Ik ook. Zie je ook. Zo mooi. Hè? Eigenlijk kennen we elkaar nog maar een jaar en we zien elkaar al zo graag. Hè? Dus, ja, nou. En het fijne eraan is dat we echt onszelf kunnen zijn, hè, bij elkaar. Ja. Zelfs al een keer een off-day hebben, laat het ons zeggen. Hè? Ja, als ik een beetje scherp uit de hoek kom. Ja, maar. Kan gebeuren, ja. Ja. En daar willen we het inderdaad vandaag over hebben. Hè? Zie me graag. Ja. Wat ik merk, als ik dan terugga naar mijn verleden, ik wilde eigenlijk door iedereen graag gezien worden. Dat zat zo sterk in mij en ik wilde eigenlijk een andere pleasen, zo pleasen, om effectief graag gezien te worden. En dat pakte zoveel energie, joh. Ik weet niet of jij dat ervaren hebt. Ja, ik denk dat dat nogal meevalt, dat please-gedrag bij mij. Maar het wezen wel duidelijk dat mensen de behoefte hebben om graag gezien te worden. Hè? En als dat niet vanzelf gaat, dan gaan we ons proberen aanpassen aan de anderen. Gaan we er proberen bij te horen. Ik heb er laatst nog een postje over gemaakt, hè, over dat we willen bijhoren. Ja, het was een mooie post trouwens. Ik heb hem gelezen. En op dat vlak zitten we heel sterk op dezelfde golflengte. Maar ik stel me juist de vraag, en dat ik ook ervaren in het verleden, van als je zo'n effort doet om graag gezien te worden, en pas op, soms doe je het onbewust. Hè? Dat is dan nog het creepy ding eraan. Hè? Omdat als je niet graag gezien wordt, dan kan dat kwetsend zijn voor bepaalde mensen. Ja, het ding is, hè, we proberen inderdaad er zo hard bij te horen en we willen zo graag gezien worden, dat we ons soms in bochten wringen, bewust of onbewust, om er inderdaad maar bij, allee, voor mij is dat zelf, erbij horen en dus graag gezien te worden. Hè. Dat is niet hetzelfde, maar dat is we denken dat als we nergens bij horen, dat we dan graag gezien worden door die persoon, door die groep. En dan gaan we ons maar in bochten wringen om en uiteindelijk gaan we dat er alles aan doen om er maar bij te horen, om graag gezien te worden. En we cijferen onszelf dan soms wel eens weg. We gaan een rolletje spelen om erbij te horen. We gaan op onze woorden letten om er maar bij te horen of om graag gezien te worden. Maar op den duur kun je jezelf niet meer zijn. Verloochent je jezelf. En voor mij, jezelf verloochenen en jezelf niet zijn, dat is eigenlijk het omgekeerde van jezelf graag zien. En dat is voor mij wel een belangrijk werk geweest de afgelopen jaren. Dat is, en ik zie dat bij heel veel mensen, dat is durven jezelf te zijn. Want voor mij, ik heb dat al dikwijls gezegd in mijn personal branding podcasts ook, als je jezelf laat zien en laat horen voor wie je bent. Ik vind dat het ultieme voorbeeld van zelfliefde. En door jezelf graag te zien, gaat je veel meer kunnen ook liefde geven. Hè? Je kunt niet geven wat je zelf niet hebt. Dus als je jezelf niet graag ziet, is het heel moeilijk om anderen graag te zien. En wat dat ook een positief punt is van jezelf helemaal graag zien en daardoor en dus ook jezelf te zijn, is dat je de juiste mensen gaat aantrekken. Mensen gaan graag in uw buurt zijn, omdat je dat uitstraalt onbewust. Dat is je energie die hoger gaat vibreren. Dat mensen zijn graag omringd, hè, vertoeven graag in het gezelschap van iemand die positief is ingesteld, van iemand die content is, iemand die blij en gelukkig in het leven staat. Dat is plezant om bij zo iemand te zijn. Dus het gekke is, Het is een paradox uiteindelijk. We proberen ons helemaal aan te passen om de liefde te krijgen van iemand of om ergens bij te horen. En we verloochenen onszelf. Maar daardoor stoten we net heel veel mensen af, omdat we onszelf dus niet graag genoeg zien om onszelf te durven zijn. En het is als je dat afstoot
En echt begint jezelf graag te zien. En dus niet probeert om erbij te horen. Plotseling willen mensen bij u horen. En dat is eigenlijk het leuke aan het ganse verhaal. En wat dan nog leuker is, is dat de juiste mensen bij u horen. Want ik weet niet dat dat bij u is. Ik heb ook vroeger veel moeite gedaan om ergens bij te horen of bij mensen te horen die helemaal niet bij mij pasten en die nefast waren voor mij en waarbij dat de relatie daardoor wat destructief was. Ja, zeker. Ik heb dat ook wel ervaren. Maar daar zeg je tegen Reet, alles begint met eigenlijk uzelf graag te zien. En het klinkt misschien voor sommige luisteraars of kijkers wat fluffy, maar zelfliefde, dat zit hem in zo'n kleine dingen, maar daarvoor moet je eerst uzelf leren kennen. En heel veel mensen denken dat ze zichzelf kennen, maar we zijn zo geconditioneerd door onze maatschappij, door de mensen rondom ons, dat we soms onszelf niet kunnen zijn. Hè? Mm. En als je inderdaad met heel veel mensen omgaat die niet in dat energieveld behoren, laat het ons zo zeggen, dan ga je geconditioneerd zijn. Mm-hmm. Alle vlak. En als je jezelf leert kennen en als je weet waar dat je voor staat, als je weet welke persoon dat je bent, dan ga je dat effectief reflecteren naar een ander. En ga je de juiste mensen naar je toe. Dat is lekker magneet, hè? Dat is zot, ja. Hè? Ja. Als je effectief zijt wie dat je moet zijn of wie dat je zijt, dan trekt je ongelooflijk veel andere mensen aan. En soms dien de keuzes te maken in het leven. En pas op, dat is niet altijd evident voor die keuzes te maken. Hè? Want hè, we hebben familie, we hebben onze vriendschappen. Kijk maar naar onze vriendschappen van in het verleden. Als toen dat je tiener waart, hè, of toen dat je jong volwassen waart, dat zijn dezelfde vriendschappen niet meer als nu. En waarom? Omdat je evolueert, je verandert. Mm-hmm. Soms zeggen de mensen dan van, ja, maar ja, dat komt, hè, je hebt dan kinderen, je interesses liggen anders. Maar als je... Dat is like een magneet, eigenlijk, of dat ik zeg. Als het moet, dan moet het. Dan kom je toch weer op elkaars pad. Maar je dient eerst effectief jezelf te zijn en jezelf graag te zien voordat je, like of dat gezegd, voordat je een ander kunt graag zien. En dan hoef je niet te pleasen. Ja, ik geloof dat het... Ja, Wayne Dyer, dat is mijn favoriet. Hè. Ik geloof dat Wayne Dyer daar een mooie metafoor voor heeft. En die zegt van, als je een appelsien hebt en je perst, hè, wat komt eruit? Wat komt eruit? Sap. Appelsiensap, ja. Yes, appelsiensap. Daar komt geen appelsap uit. Hè. En dat is eigenlijk de metafoor om ook te zeggen van, kijk... Er kan niet uit u komen wat dat er niet in u zit. Een appelsien geeft appelsiensap, hè? En geen appelsap. Dus dat is die metafoor van wat in u zit, kan alleen maar wat in u zit uit u komen. Hè? En dus is het ook wel belangrijk dat je gaat kijken naar wat zit er in mij en hoe kan ik dat zoveel mogelijk naar buiten laten komen. Je moet niet proberen als appelsien appelsap te gaan produceren. En vandaar denk ik dat ook bij u wel belangrijk en interessant is. Jij bent heel veel met human design bezig. En dat gaat net over, hè, welke appelsien zet jij. Zet een appelsien of zet een appel, hè, bij wijze van spreken. En probeer u dan ook niet als appelsien, probeer appelsap te maken. Dat gaat niet lukken. En dat vind ik wel leuk aan die human design. Ah, ik ben dus blijkbaar een appelsien. Laat ik mijn appelsien zijn dan helemaal inzetten in mijn business bijvoorbeeld in dit geval, maar ook in mijn marketing. Laat ik niet proberen, omdat ik die in één een appel leuk vind, dan proberen na te doen en alles doen om daar appelsap te maken. Nee, dat gaat niet lukken. Be who you are. Hè? Everyone else is already taken. Hè? Wees appelsien, wees trots op het appelsien zijn en produceer appelsiensap. En dat is dan ook van u. En dan zullen de mensen die graag appelsiensap drinken, die zullen dan wel bij u komen. En willen zij appelsap, dan gaan ze bij de ander. En that's okay. Ja. Dus dat is eigenlijk een toffe metafoor, denk ik, voor wat we hier ook aan het zeggen zijn. Hè? Het gaat voor een stuk over zelfliefde en ook uzelf zijn. Maar dat is verbonden. Hè? Dus ja. Helemaal waar. En als ik het dan doortrek naar een business, dan merkte heel vaak... hoeveel coaches zijn er niet op? In België alleen al gigantisch veel. Maar de ene trekt
dat type mensen aan en de andere trekt dat type mensen aan. En dat is hoe dat je jezelf gaat positioneren in de markt. Ik heb dus bijvoorbeeld, ik heb het misschien al een keer gezegd in een van de podcasts, maar ik heb dus een hekel, maar een hekel aan eenstaande of ware, zogezegde formule. Hè. En de mensen zijn soms op zoek van, ah ja, dat gaat juist te zijn. Hè. En dat proberen ze dan. En dan komen ze tot de constatatie dat dat ook niet werkt voor hen. En wel, dat komt gewoon omdat er geen één formule bestaat. Nee, dat is het, hè. Inderdaad. Dat is niet zo de one magic formule, one size fits all voor iedereen. Het is goed, hè, want we gaan niet tegen onze business spreken, maar dan kunnen we zeggen van, ah, dus we moeten meer laten begeleiden door coaches die met templates werken of die formules aanleveren. Maar wat wij altijd zeggen is, hier zijn een aantal formules die je eens kunt bekijken. Kijk ernaar, speel ermee, maak er je eigen ding van. En ga voelen van, oké, welke past nu bij mij en hoe kan ik die het beste toepassen? Ik herinner mij dat een persoon die ik vroeger nog kende en die was helemaal fan van Brandon Burchard, net als ik. En Brandon Burchard heeft zo'n aantal templates, zijn 10EA-model of zoiets heet dat. En dat is dan helemaal uitgeschreven van wat dat je moet doen, met alle templates van mails bij enzovoort. Dus eigenlijk om de funnel op te bouwen, de marketing funnel opbouwen. En die persoon, ik herinner mij dat hij zei, ja, maar ik volg alles op de voet. Hè. Dus zegt hij een A, dan ga ik A zeggen, en dat komma en dit en dat. Allemaal perfect. Maar dat was haar ding niet. Dus dat werkte dan ook niet zoals zij zou willen. Zij hoopte dan ook zo'n 7 of 8 figure business te draaien. Maar dat ging niet. Het is pas toen ze echt haar eigen ding gaan doen is, dat het beginnen stromen is. En daar gaat het hem ook over. Hè? Doe je eigen ding, wees jezelf, zoek naar die dingen die bij je passen en probeer niet iemand na te apen. Je bent een appelsien met uw appelsien. Methodieken en probeert dan geen een appel te zijn, alsjeblieft. Ja, maar soms heb je mensen die er zo van inderdaad overtuigd zijn dat het zo werkt voor hen. Maar het is dat eigenlijk, heb je misschien niet goed uitgedrukt. Oké, er bestaan bepaalde templates die goed zijn. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Maar je dient eerst te weten welke persoon dat je bent om die templates vervolgens naar je hand te gaan zetten. En dan merk ik... Ik zeg nu hetzelfde, maar ik was misschien... mensen die mij nu al een tijdje volgen, weten dat ik redelijk goed direct ben. Hè. En Greet is dan het type die het wat zalvend maakt. Hè. Dat is toch zo, hè, Greet? maar... ja, nogthans, ik denk dat veel mensen mij ook heel erg direct vinden, maar kijk, voilà. Maar dat is het hem net. Hè. Als je bepaalde templates naar je hand kunt zetten, en dat komt omdat je jezelf effectief kent. Mm-hmm. Ja, ken jezelf. Who the hell do you think you are? Hè? Dus ik denk dat dat de boodschap een beetje is, hè, voor de mensen die luisteren. Op alle vlakken in je leven is het belangrijk dat je jezelf kent. Dat je jezelf graag ziet. En dat je dan jezelf ook zijt. En of dat nu in marketing en business is, of het gaat in wat dat je vertelt aan elkaar, of het gaat in persoonlijke relaties. Als je met die drie dingen rekening houdt, en pas op, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Maar als je met die drie dingen echt gaat rekening houden, dan ben ik ervan overtuigd dat op alle vlakken in je leven je veel meer gaat opleveren dan als je probeert je ergens helemaal aan te passen, jezelf censureert. Helemaal waar. En het is dat we gaan een keer doen binnenkort met jou. Ik ga je interviewen, Greet. Yes. Zitten? Absoluut. Ben wij benieuwd. En het gaat over human design. Ja. Het gaat over human design. Dus welke type dat je bent, welk profiel dat je bent. Dus we gaan nu een keer op de rooster leggen. Voilà, ik kijk er al helemaal naar uit. Ja. To be continued. Inderdaad. En dan onze open tafel. Yes. Dus we hebben 2 open tafels, een online en een fysieke, in person. De online is op 9
Mei, dat is volgende week. Dat is volgende week al, ja. Yes, en dan gaan we het hebben onder andere over marketing. Welke zijn alternatieve marketingstrategieën, technieken? Stel dat we niet meer afhankelijk willen zijn van de big tech. De typische social media platformen zoals Facebook en dergelijke. Wat zijn alternatieven? Wat kunnen we doen om onze marketing toch te laten floreren? Laat ik het zo zeggen. En dan de tweede is 16-6. Yes. Dat is een aanschot. In aanschot, inderdaad. En dan hebben we weer een aantal sprekers en een aantal topics waar dat we kunnen rond brainstormen. Om te kijken hoe kunnen wij hier een mooie wereld bouwen samen met gelijkgestemde parallele ondernemers. Dus daar kijken we ook ontzettend naar uit. Yes, me too. Er is, ja, en de linkjes staan hieronder. Hè? De linkjes gaan we erbij zetten. Alright, lieve mensen, als je het leuk vindt, deel het met de mensen die er baat bij kunnen hebben. Geef ons een duimpje, abonneer op onze kanalen en live a joyful life, zou ik zo zeggen. Bye bye. Spread the message. Bye.